This video is powered by the following sponsors. Allemaal Sorawari, kom met point tegenover mij. Staat Nabil Thijssen. Hoe is het, jongen? Dat gaat goed. Dit was weer een snelle partij, hè? Ja, een eerste ronde, een eerste minuut. Eerste ronde, eerste minuut, knock-out. We hebben de vorige keer bij Muay Thai Mania gesproken. Jouw tegenstanders melden zich heel snel af voor jou. Je gaat nu naar de B. Je hebt nog een hele hoop tegenstanders te gaan. Ben je niet bang dat ze nu gewoon ook al niet meer naar je toe komen? Ja, ik kan dat natuurlijk niet tegenhouden, hè? Maar ik ga er niet vanuit. Natuurlijk in de B is dat wat hoger natuurlijk. En, maar ja, ik train hard en ik maak me nergens zorgen om. Dus. Het is ongelooflijk. Wat is het? Is het training? Is het talent? Is het, als wij jou zien in de ring gaan, dan zijn we gewoon. Dan vergeten we alles. Vergeten we te schrijven. Vergeten we te doen. Dan gaan we wat? Ja, wat kan ik zeggen? Ik train natuurlijk echt hard. Heel hard. Ik train met goede jongens. Ridder Nalijn, Youssef Azawi. En het is misschien een combinatie van en hard trainen en talent. Ja, dat is het als het ware. Oké. Hey, zijn er nog voor jou partijen nog dit jaar? Ja, ik vecht in Eindhoven tegen Ilias Zoukari, het broertje van Zakri Zoukari. Ook een hele goede jongen en dat gaat een hele mooie wedstrijd worden. Kan ik jullie... Maar dat is 18 februari in Eindhoven bij Ring 5 Promotion Presents of Fusion, toch? Yes, ja, daar. Ja, ja, ja. En dit jaar? En dit jaar, ik ga binnenkort even naar Thailand. Dus misschien zal ik daar nog een partijtje vechten, is nog niet zeker. Maar verder staat er nog niks op de planning. Oké. Ilias Zoukari, grote jongen, grote naam ook. Jij ook, dus dat wordt een knaller van een partij. Hoe kijk jij nou uit naar die partij? Net als elke partij, weet je. Ik train hard, zoals ik vaak heb aangegeven. En het is niks anders dan anders. Dus ik train gewoon hard. Mogen wij tijdens dat partij knipperen? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. We mogen knipperen? We mogen één keer knipperen. Eén keer knipperen? Eén keer knipperen. Oké, jullie horen het. 8 februari, Ring 5 Promotion, mag je maar één keer knipperen, want anders is het voorbij. Voor jou, Nabil, heel veel succes met alles wat je doet. Yes. Bedankt voor je tijd. Voor jullie allemaal, volg deze jongen. Dit is echt een supertalent in opkomst. En de volgende keer gaan we hem zien in Eindhoven. Voor nu, like en deel deze video. En tot ziens en bedankt voor het kijken. Doeg. Yes.